Nogmaals goedemiddag en onze verontschuldigingen voor het oponthoud. Hier hadden we helaas niet op gerekend, ondanks de goede voorbereidingen die we vooraf hebben getroffen. We willen bij wijze van uitzondering een stapje terug doen. Ik stel voor dat minister Amoksi, omdat daar het probleem begon van het wegvallen van het geluid, dat we minister Amoksi opnieuw aan het woord laten en direct daarna volgt dan de minister van Volksgezondheid. Minister. Ja, goedemiddag kijkers en luisteraars. Welkom weer bij de persconferentie van het COVID-management team vanuit de regering. Vandaag hebben we dus na een evaluatie, hebben we dus dan vandaag de persconferentie om de bekendmaking te doen in de maatregelen die we voor de komende 2 weken gaan handhaven. Wat ik wil doen is wat ook de bekendmaking mag inhouden. De verantwoordelijkheid aan de burgers om ze dat voor te houden, omdat we hebben gezien dat het allemaal om verantwoordelijkheid gaat. Wij als overheid moeten ervoor zorgen dat alles richtig verloopt. Dat voor de handhaving betekent dat wij moeten nazien, toezien dat de regels voor wat betreft de COVID-maatregelen worden nageleefd, omdat we hebben gezien naar waar het toe kan leiden. We zijn nadat we de eerste golf hebben kunnen bedwingen, hebben we gezien een afglijding met hoge besmettingen, met extra uitdagingen voor de gezondheidszorg. En van hieruit wil ik dus oproepen aan de burger om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Wij van de handhaving, wij gaan dat zeker niet verzaken. Mag aangeven dat de wet voor wat de COVID-handhaving betreft is verlengd in de Nationale Assemblee. De boetes zijn ook aangescherpt en dat biedt al een goed kader om voor de handhaving. Er komt sowieso wat versoepeling. Dat gaat mijn collega Ramadin aangeven. In welke mate die versoepeling optreedt, dat gaat hij ook aangeven. Vanuit onze organisatie. Dan wil ik dan praten over de dispensaties. We hebben aangegeven dat we overstappen vanuit het hardcopy systeem naar een digitale bestandhandhaving. En die registraties, de verwerking, hebben we gehad. Niet zonder de nodige uitdagingen. We zitten al tussen de 35.000 en 40.000 geregistreerden. We hebben extra issues gehad met de registraties van veehouders, landbouwers en kippenkwekers en hun arbeiders. Voor wat die groep betreft hebben we afspraken gemaakt met LVV en de districtscommissarissen. Dat voorlopig, en dat duurt volgens mij tot en met 16 februari, dat systeem nog gehandhaafd wordt van hardcopies voor deze groep. En dat justitie, het ministerie van Justitie en Politie, ze gaat assisteren bij om die dispensaties in te brengen in het digitaal systeem. Dan wil ik ook weer even gaan naar de handhaving van roadblocks, die gaan door. De bruggencontroles gaan ook door. De
opletten, het scherp opletten op de zogenaamde hangmatten, hangmannen en hangjongeren bij de supermarkts, bij de bruggen. Er gaat sowieso tegen u worden opgetreden. Ik denk dat voor mij, wat dit moment betreft, dat ik het hierbij ga houden. Na de bekendmaking door collega Ramadien, hoor ik me aanbevolen voor vragen. Dank u wel voor dit moment. Zo, dank u minister Amoksi. Ik merk toch weer dat we een hardnekkige storing hebben hoor, lieve mensen. Er zijn twee opties die zo in me opkomen. We kunnen de persconferentie zo vervolgen zonder dat we live gaan, maar dan missen we momentum. Of de Appinti is wel live. Dat is wel oké, maar minister, ik wil het even op uw bord leggen. Wat stelt u voor? Appinti is wel live. De aanwezige media hier is er. En zo ik stel dat. Voor dat we dan gewoon doorgaan. Ja. Anders blijven we maar in de cirkel draaien. En we hebben ook andere bezigheden. Dus ik stel voor dat we continueren. En vraag de technische diensten om het, om de storing op te pakken. Ja. Maar in ieder geval kreeg ik nu melding dat er geen geluid nog beeld is. Oké. We zijn er wel, dus via Appinti Live. Dat gaat wel goed. Ja. Minister, okay. Ja. Ja, oké. Okay, Nogmaals goedemiddag en van mijn zijde uit verontschuldigingen. Het is uiteraard niet prettig om dit te vernemen. Aangezien we kunnen altijd wel verwachten dat er een technische storing is, maar dat die wel zo snel als mogelijk opgelost kan worden of moet worden. Maar goed, wij gaan u informeren en laat me hier beginnen dat u de presentatie hebt gezien van dokter Ori. En ook gehoord heb over de trend van infecties. We hebben de afgelopen twee weekenden als een van de aangescherpte maatregelen de weekend lockdowns gehad. En zoals u van ons verwacht is de evaluatie gedaan en zijn de cijfers ook aan u gepresenteerd. Laat mij alvast de samenleving complimenteren voor getoonde aanpassing en wil tot het naleven van de adviezen zoals we hadden gegeven in het weekend, namelijk de twee afgelopen weekends. En dat wij in ieder geval content zijn en tevreden zijn met de wijze van dalende trend. En de trend die wij nu zien is niets anders dan een daling. Maar uiteraard blijft het positiviteitsgehalte, percentage, nog gemiddeld, zoals u ziet, tussen de 12% en 18%, dat is nog vrij hoog, uitgaande van de norm van de WHO van minder dan 10%, zitten we dus nog niet op onze target wat betreft het positiviteitspercentage. Het aantal gevallen ook, het aantal gevallen, en ik hoor nu dat er wel weer geluid is en beeld, het aantal gevallen op dagbasis is ook nog niet wat wij willen hebben, maar we zien wel een daling. En de trend, heb ik vaker gezegd, de trend is heel belangrijk. We zien dus een zekere mate van het behalen van onze doelen en het behalen van onze wensen, want niemand wil natuurlijk stijgingen hebben. We hebben dus op basis van die trend en op basis van de cijfers vandaag, heden, in de Raad van Ministers het onderwerp de maatregelen van COVID-19 besproken. En op basis van de beraadslagingen zijn de volgende maatregelen genomen, besluiten genomen. Het gaat namelijk om 1. De algemene maatregelen. Dus dit geldt vanaf woensdag 10 februari tot en met dinsdag 23 februari 2021.
gelden de volgende maatregelen. Zoals u weet, de algemene maatregelen blijven van kracht. Dat zijn de drie bekende Mohana-maatregelen, als we het zo mogen noemen. Het dragen van een mond-neusbedekking buiten eigen huis. Niet voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar is het advies. De anderhalve meter fysieke afstand, of de zogeheten COVID-afstand, in acht te nemen. En uw handen regelmatig met water en zeep te wassen of gebruik te maken van een hand sanitizer. Uiteraard is er nog steeds een dringend advies aan de samenleving om zoveel mogelijk thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan. Maatregel 1, dat is dan specifiek nu, het uitgaansverbod, oftewel de avondklok, is vanaf woensdag of vanaf donderdag 10 februari 2021, donderdag 11 februari, sorry nogmaals, tot en met dinsdag 23 februari ingesteld van, is even belangrijk om dit goed uit te leggen, maandag tot en met, en zo meteen mag u al uw vragen stellen, maandag tot en met donderdag van 9 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. En op de vrijdag, zaterdag en zondag blijft 7 uur tot 5 uur in de ochtend. Dus nogmaals, de avondklok per morgen, 11 februari, geldt dat de avondklok is van maandag tot en met donderdag van 9 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. En op de vrijdag, zaterdag en zondag geldt er een avondklok van 7 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Maatregel 2, de samenscholing van groepen groter dan 5 personen wordt nu vastgesteld op 10 personen. Het is uiteraard nog steeds verboden feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. Hiervoor zal er vanuit de overheid nog steeds geen dispensatie worden verleend. Dus als u een feest organiseert, dan bent u in overtreding. Feesten zijn nogmaals voor de herhaling potentiële mass spreading events. En illegale feesten, de minister van Justitie en Politie zit hier, zullen aanzienlijk beboet worden. Maatregel 3, de bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien er voor zover niet meer dan 30 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn met inachtneming van de COVID-19 maatregelen. Maatregel 4, als het gaat om sport, alle non-contact sporten met inbegrip van individuele sportactiviteiten zijn toegestaan, dus non-contact sporten, onder de strikte naleving van protocollen. Contactsporten zijn helaas nog niet toegestaan. Dus u mag wel fietsen, joggen, zwemmen, noem het maar op. Zolang u geen contact hebt met de andere persoon, mag dat. Maatregel 5. Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. Gaan we even kijken naar de publiek toegankelijke commerciële localiteiten of ruimten. Dan zijn de volgende sectoren nog steeds gesloten voor het publiek. En dan ga ik ze opsommen. Dat zijn restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten met uitzondering van afhaal of bezorging. Afhalen blijft nog steeds mogelijk nu. Tot 8 uur, dus dan geldt het voor de weekdagen, en levering tot 10 uur 's avonds. Verder zijn gesloten nog steeds nachtclubs, dancings, discotheken, indoor dining, bordelen en bars. De navolgende sectoren zijn open voor het publiek. Dat zijn de kappers, barbershops, schoonheidssalons, sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobics, Zumba en andere fitnesscentra.
verder zijn opengesteld. De recreatieoorden, de casino's en de gok- en vermakelijkheidsgelegenheden. Onder strikte naleving van de protocollen. Met betrekking tot onze grenzen. U hebt gemerkt dat wij 2 weken terug een draft of een document hebben gepubliceerd vanuit Volksgezondheid, TCT en Buitenlandse Zaken, waarbij de protocollen waren opgenomen voor, of de maatregelen voor de verschillende destinaties. En die zijn nog steeds geldig. Ook de binnenlandse vluchten, daar komt er niets aan, wordt er niets aan veranderd, zijn nog steeds toegestaan alleen voor cargo, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen. Met betrekking tot de overheidskantoren worden voor de overheidskantoren nog steeds alleen essentiële diensten opengesteld. Of zij open dan, met een minimale bezetting. Dat zal per minister, per departement besloten worden in overleg met de verschillende afdelingen. Het toezicht op de naleving van de mondkapjesplicht op een werkplek wordt opgevoerd doordat mensen worden aangewezen die hierop moeten letten en optreden. Nog steeds geldt dat het ieder verboden is om alcohol te nuttigen in het openbaar. Dit naar aanleiding van onze statistieken en onderzoek waaruit gebleken is dat besmettingen bij het onnodig ophouden in de nabijheid van winkels en supermarkten leidt tot besmettingen. Nog steeds geldt dat er zoveel mogelijk door supermarkteigenaren per gezin slechts 1 persoon wordt toegelaten. Met betrekking tot het onderwijs kan ik u aangeven dat de GLO-scholen wederom opstarten vanaf maandag 15 februari 2021 onder strikte naleving van de geldende COVID-protocollen voor het onderwijsproces. En afhankelijk van de trend zal over 1 tot 2 weken besloten worden het vervolgonderwijs op te starten. Dus nogmaals, de GLO-scholen zullen opstarten vanaf maandag 15 februari 2021. En ik verwijs voor de verdere details naar het ministerie van Onderwijs, die de overige bekendmakingen en instructies aan de samenleving zal doorspelen. De markten mogen open onder naleving van de geldende protocollen en strak toezicht van de marktmeesters, Milieu- en Arbeidsinspectie. We doen de instructie uitgaan dat alle winkels minstens 1 uur voor de aanvang van de avondklok hun deuren sluiten voor het publiek. Dit zijn dus de maatregelen. Ik kijk even als ik iets heb gemist. Maar belangrijk is dat wij en voor de samenleving met deze maatregelen willen aangeven dat wij tevreden zijn met de trend, tevreden zijn met de daling. We zijn er nog niet, laat het wel duidelijk zijn. Maar het is ook niet terecht en ook niet eerlijk om bij een neerwaartse trend de maatregelen aan te scherpen of in stand te houden. Maar wel onder strikte naleving van de protocollen en van inachtnemen van de COVID-maatregelen, wij de verantwoordelijkheid waarover collega Amoxi net gesproken heeft, dat wij de verantwoordelijkheid, met name de individuele of gegroepeerde verantwoordelijkheid, wel willen plaatsen bij de samenleving. Wij vragen hierbij, en we weten ook wat het belang is van een normalisatie, we weten hoe belangrijk het is om de economie niet verder onder druk te hebben, maar we zijn gebonden helaas aan de ontwikkelingen in de gezondheidssector. Ons zorgsysteem
kan het niet aan als er een stijging is van gevallen. Inderdaad moet ik ook toegeven dat als we een daling hebben, we uiteraard het ook merken in onze zorgsector. En je voelt ook aan, en ook bij het zorgpersoneel aan, dat er een zekere mate van relief ontstaat. Echter moeten we met z'n allen waken dat deze neerwaartse trend niet plotseling weer een omslag maakt. En dat zullen we in alle transparantie met u in de cijfers tonen. Maar wie is erop voorbereid? We hebben dit weekend een long weekend. Er is aanstaande vrijdag een nationale vrijdag, het Chinees nieuwjaar. En we hebben 14 februari, Valentijnsdag. We weten als overheid dat een aantal van deze dagen zeer belangrijke dagen zijn. En dat er mogelijk weer ruimte zal zijn voor de samenleving om bij elkaar te komen. Niet met slechte bedoelingen, maar dat we een beroep gaan doen op de mensen om ons geen aanleiding te geven om op te treden, aangezien het nog steeds verboden is om feesten te houden. Het is nog steeds verboden om met meer dan 10 personen nu per morgen zich op te houden. En willen wij met z'n allen inderdaad die verlichting blijven hebben, willen we die normalisatie bewerkstelligen, dan is het meer dan nodig om ons strikt te houden aan de protocollen en aan de maatregelen. In aanloop naar de volgende week kan ik alvast meedelen dat wij de overige sectoren die dus nu nog gesloten zijn, aan een evaluatie gaan onderwerpen, maar ook zal een verdere dalende trend, een verdere consolidatie van daling, ook weer ruimte bieden aan de samenleving voor het heropenen van een aantal sectoren. En ik denk in deze specifiek aan bijvoorbeeld terrassen of andere sectoren die ook roepen om open te gaan. En we horen die geluiden ook, omdat wij ook de sectoren betrekken bij besluitvorming. Dus die sectoren hebben sowieso ook onze aandacht. Dit zijn de maatregelen die dus vanaf morgen zullen gelden en wij doen een beroep op ieder. Nogmaals, het is nooit te veel om te zeggen. Maar we merken dat er nog steeds weinig mensen gaan testen. En we zijn vanuit het ministerie deze week gestart met het produceren van een filmpje of een voorlichtingsitem waarbij wij gaan proberen de mensen op te roepen, te motiveren, zich te gaan testen al vroeg in het stadium van mogelijke COVID-infectie. En dan bedoelen we dat als u zich ziek voelt, en iedereen zou die klachten moeten kennen. Het zijn er volgens mij een vijftiental klachten die gewoon kunnen passen bij COVID-19. Alleen al een diarree of braken kan nu al in deze fase wijzen op COVID-19... Daarvoor moet u natuurlijk wel contact maken met uw huisarts en het bespreken. En ik weet zeker dat u de juiste adviezen zult krijgen vanuit de huisarts. Denk dus niet, en het begint inderdaad als een griepje, maar denk dus niet, ik wacht nog een dag of nog twee, kijk even aan. Want elke dag dat u klachten hebt, en zelfs als u klachten hebt maar in de incubatieperiode zit, kunt u een ander besmetten. U hebt gehoord van dokter Ori, de R is nu weliswaar onder 1, 0,59. Maar dat kan heel snel stijgen. Als u de eerdere presentaties hebt gezien, hebt u gezien hoe die R is gaan stijgen op 14 december. Maar ook hoe snel, doordat we de maatregelen hebben ingevoerd, die R weer is gaan dalen. Een lage R, dus onder 1, met een lagere en een dalende positiviteitspercentage zal uiteraard zorgen voor afname van gevallen. Met betrekking tot de maatregelen, daar heb ik nog twee items en dan kunnen we overgaan naar vragen. Met betrekking tot de samples die zijn weggestuurd voor genetic sequencing, kan ik u vandaag meedelen dat wij de resultaten binnen hebben. En gelukkig
Er zijn 52 samples weggestuurd voor analyse en ik kan u meedelen dat geen van de bekende internationale varianten die op dit moment reden tot bezorgdheid zijn, dus de Britse, de Zuid-Afrikaanse en de Braziliaanse variant, gevonden zijn in de samples. Hetgeen betekent dat die samples die weggestuurd zijn, de variant niet hadden. Daarmee zeg ik nog niet, en daarmee kan ik dus niet bevestigen dat wij geen varianten in Suriname hebben, aangezien het een steekproef is. Uiteraard zal het sequencen, dus dit proces, we zullen proberen zoveel mogelijk weer op frequente basis onze samples weg te sturen. En ik heb begrepen van de infectioloog Dr. Vreden dat het volgende week er weer een partij wordt gestuurd. Met betrekking tot vaccinatie, daar hoop ik u zo meteen nog wat te vertellen. Ik heb wel al het, de directeur heeft het een en ander uitgelegd. We zijn ook, en ik wil vooral inspelen op het stukje van de voorlichting, omdat er daar ook vragen zijn gekomen, binnengekomen. We zijn vorige week gestart met een call voor een proposal voor een grootscheepse nationale COVID-19 voorlichtingcampagne, dus voor het vaccin. De voorlichting met betrekking tot het vaccin zal dus worden gevoerd. En we hebben daarvoor een request of een call voor proposal. En ik mag u zeggen dat we in het proces zijn om te kijken naar een hele professionele aanpak van die voorlichting over het COVID-vaccin. Er zijn heel veel, er wordt heel veel gezegd. Er zijn heel veel berichten, voices, video's. We zullen proberen al deze zaken op een wetenschappelijke wijze te belichten, te benadrukken, maar ook de concerns en de bezorgdheden die leven bij de gemeenschap weg te werken. Ik mag u melden, dit hebben we net binnen. U hebt gezien waarschijnlijk de ontwikkeling dat het Caribisch gebied, met name Barbados, een ontvangst heeft gehad van een partij dosis COVID Shield uit India. En Barbados heeft in het kader van partnerschap in het Caribisch gebied een aantal bevriende landen bedacht om uit hun gezonden dosis en ontvangen partij enkele landen te bedenken met een vaccin aantal. En we hebben net bericht gehad dat ook Suriname morgen een partij van 1000 dosis vaccin voor het COVID-19 vaccin dus mag ontvangen. Ook aan Guyana en andere bevriende naties is er inderdaad gedoneerd. En wij zijn heel blij, omdat 1000 van COVID Shield betekent, COVID Shield is AstraZeneca, betekent dat wij daarmee 500 personen alvast kunnen beginnen te vaccineren. Uiteraard, en dat is belangrijk om te melden, wachten wij weliswaar wel op de goedkeuring van de WHO voor het gebruik van dit vaccin. Wel is er vandaag een studie of een rapport vanuit de WHO gekomen, waarbij de SAGE, dat is een panel van wetenschappelijke experts binnen de WHO, een positief advies heeft gegeven voor het gebruik van AstraZeneca voor elke leeftijdsgroep. En dat is wel een hele belangrijke doorbraak voor dit vaccin, omdat dit betekent, zoals internationaal gezien wordt, de reuzer is dat AstraZeneca bijvoorbeeld voor 65-plussers niet geschikt zou zijn. Het document is ter beschikking, we hebben het document. Geïnteresseerden mogen dit document uiteraard ook ontvangen van ons. Maar er is dus een positief advies gegeven vanuit het wetenschappelijk panel van de WHO voor AstraZeneca. En dat zal ook een van de documenten zijn die de WHO gaat gebruiken om die uiteindelijke approval of disapproval te doen. Dus dat is een target voor, denk ik, de komende week, uiterlijk 15 februari zal bekend zijn vanuit de WHO wat het advies is. Dit zijn de zaken die ik nog even wilde belichten. Ik weet dat er nog zeker heel veel vragen zijn en ik wil u alle
in de gelegenheid stellen om deze vragen te stellen. Bedankt, minister Ramadine. Goed om even te vermelden dat vanavond deze persconferentie opnieuw wordt uitgezonden via GovTV, kanaal 8.3. De vragen, ik denk zelf voordat we hier kunnen beginnen, snel even twee vragen. Ja. Goedemiddag, mijn naam is Zoe de Koning van Paarbode. Ik heb vragen in verband met het vaccin voor de minister of de directeur van Volksgezondheid. In het verleden is er een persbericht uitgestuurd dat Suriname niet in aanmerking komt voor Pfizer-vaccin. In verband met beschikbare dosis en er werd gezegd andere uiteenlopende redenen. Wat zijn die andere uiteenlopende redenen? Want nu hoor ik dat Pfizer-vaccin misschien wel via een ander land dan toch naar Suriname kan komen. De directeur sprak over het aantal vaccins van Pfizer, sorry. Dus dat en verder dat AstraZeneca-vaccin. Dus twee doses per persoon moeten toegediend worden. Hoeveel tijd ligt daartussen? En is het wel zo slim om dan nu al te beginnen met vaccineren als eigenlijk die tweede dosis, dus de tweede tranche van vaccins van AstraZeneca, nog niet bevestigd is? Ja, en dan die leeftijd, maar dat is vandaag uitgekomen dan. En de directeur van Volksgezondheid had aangegeven dat de minister nog iets meer zou vertellen over hoe die vaccins dan uit andere landen ook naar Suriname komen, via India hoorde ik. Ja, minister, kunt u dat nog even toelichten? Dank u wel. Volgende vraag. Alles is duidelijk. Heer Chandra Lal. Goeiedag. Ik hoop niet dat dit allemaal ten koste gaat van onze vragen. Ik heb alvast een vraag met betrekking tot het vaccin AstraZeneca. Dus het blijkt dat er... Laten we zo beginnen. Waarom hebben we alvast zo'n grote bestelling geplaatst als de zaak nog moet worden goedgekeurd door WHO? 1, 2, het blijkt dus dat in Zuid-Afrika men het gebruik van dit vaccin heeft gestopt. Omdat in tegenstelling tot wat ons eerder is verteld, minister, reageert in ieder geval dit vaccin niet op een mutatie, die Zuid-Afrikaanse. In Nederland blijkt ook dat men nu begint na te gaan in hoeverre men door wil gaan met AstraZeneca. Is het de bedoeling dat wij blijven werken met een, laat maar zeggen, een tweede rangs vaccin, maar iets dat minder is dan Pfizer en Moderna, want daarover hebben we gesproken al die tijd. En plotseling komt nu iets anders uit de lucht vallen. Niet vervelend bedoeld, minister. Ik heb ook een vraag met betrekking tot de grens. Er was steeds gezegd de Franse grens is gesloten, maar dat is niet waar. Er wordt aangegeven de grens is uitgebreid, dus mensen kunnen vanuit alle kanten oversteken. Dat is ook niet waar, omdat de meeste mensen, de plekken waar de mensen oversteken, zijn bekend. Je kan niet overal oversteken bij de rivier, omdat er een bepaalde infrastructuur aanwezig moet zijn om te komen op plaats van bestemming. In Albina elke dag 15 tot 20 trips per boot. De prijs is gestegen van €4 naar €10. Dus het is een money-making business geworden. Ik ga geen namen hier noemen. Ik heb met mensen gesproken. Het blijkt bijna alsof er een kartel daar gaande is. En namen van hooggeplaatste mensen die goede lijnen met de politiek hebben, die namen worden genoemd. Er was zelf een verband gelegd met de vertegenwoordiger van de prefect in Frans-Guyana, dat er iets daar gaande is, is een money-making business geworden. Toppers van het land wonen in Marowijne. Zien zij die boten niet elke dag over de rivier gaan? Niet eens vanuit het bos, vanuit Albina. Wat is het probleem? Dat is de vraag. Ik heb een vraag met betrekking tot de body scans, minister. Ik had u al hierover vragen gesteld, minister Justitie. Waarom ik het weer aanhaal, ik zal niet zeggen dat alle politieagenten vervelend bezig zijn, maar er zijn wat gevallen waarbij mensen niet worden behandeld als lockdown-overtreders in een gezondheidscrisis.
ze worden behandeld als zware criminelen die grote misdaden hebben begaan. Wanneer komen die body scans om direct dit te controleren? En dan hebben we direct ook die body scans om het algemene politieoptreden in Suriname in de gaten te houden, want het gaat mis. We moeten die mensen kunnen toetsen op rechtsstatelijkheid bij het optreden. Komt er een tweede ronde? Dat is het voor nu. Malti. Ja. Dank je. Goedemiddag, dames en heren. Beetje luider, Malti. Ja, één moment. Minister, u heeft aangegeven, de grenzen blijven voorlopig nog gesloten. En het vliegverkeer is ook zeer beperkt. Hoe zit het met de boten dan die toch het land aandoen? Er zijn bijvoorbeeld, bij de laatste persconferentie was er vermeld dat er een verhoogd aantal schoeners uit Brazilië, Guyana, Venezuela toch nog naar Suriname komen. Hoe geschiedt de controle en zouden we daarover meer informatie kunnen krijgen? In het vervolg van de vraag van Bisham over het AstraZeneca-vaccin en de WHO, die nog zijn twijfels daarover heeft of dat nog aan het bestuderen is. Concreet, wanneer mag Suriname de eerste vaccins verwachten? En wat gebeurt als de WHO toch een ander besluit neemt om misschien de AstraZeneca voor beperkt gebruik toe te passen? U heeft in het parlement en ook vandaag aangegeven dat er bilaterale gesprekken gaande zijn met bevriende naties om ook via die bronnen aan vaccins te komen. Zijn er met bepaalde landen al concrete afspraken gemaakt of zijn er onderhandelingen daarover gaande? En zouden we kunnen weten met welke landen en over welke vaccins en op welke aantallen mikt Suriname nog via die bronnen vaccins binnen te krijgen? U heeft een begroting gepresenteerd enkele weken terug. Laatste. Dat er ongeveer meer dan 12 miljoen nodig zal zijn, USD, voor vaccins. We hebben in het parlement ook gehoord dat de 1,5 miljard die was goedgekeurd voor de COVID-fonds, er tot nu toe maar ongeveer 4% is gebruikt. Kan het geld dat daarvoor nodig is voor de vaccins niet uit dat fonds gehaald worden? Aangezien de regering toch plannen heeft om een vaccinfonds nog te gaan oprichten. En ik had nog één vraag. De buitenlandse vluchten zijn voorlopig nog niet opgestart. Wat zijn de plannen voor de regering over internationale vluchten en hoe zal het dit keer anders aangepakt worden? Dank u. De volgende. Goedemiddag. Eigenlijk een verduidelijkingsvraag, want we hebben heel veel getallen gehoord. In het begin het opsommen. Als ik het goed heb begrepen, dan hebben we er 110.000 doses en ook nog 90.000. Klopt dat? En eigenlijk wil ik weten, voor hoeveel mensen moeten er in totaal gevaccineerd worden? Vanaf welke leeftijd is het gebruikelijk dat er gevaccineerd gaat worden? Want dan weten we ook, als we nu die aantallen weten, dan weten we hoeveel jaar het nog duurt voordat anderen aan de beurt zijn die niet in die eerste groepen vallen die jullie genoemd hebben. Dus daar ben ik erg nieuwsgierig naar. Dus eigenlijk het totaal aantal mensen dat even ervan uitgaan dat iedereen gevaccineerd wil worden, want dat is nog weer een andere discussie. Maar om hoeveel gaat het dan? En nou ja, wanneer denkt u, dus in welk jaartal zullen we helemaal klaar zijn? Ik hoor in Nederland, daar discussiëren ze ook verschrikkelijk veel over wat allemaal moet. En het schiet ook niet zo erg op daar. Maar nu heb ik ook iemand daar horen zeggen dat het eigenlijk niet uitmaakt welk vaccin je gebruikt, want ze werken allemaal hetzelfde. Heeft u als specialisten dat ook gehoord en gaat u daar ook mee werken? En de laatste vraag, zijn er cijfers bekend over hoeveel mensen er gerepatrieerd zijn vanuit Nederland en andere landen, maar vooral vanuit Nederland de afgelopen weken, sinds de maatregelen verscherpt zijn en hoe het met de quarantaine gaat. Maar okay. U gaat waarschijnlijk zeggen dat iemand anders dat moet beantwoorden. Maar ja, dank u wel. ATV. Ja, dit is goedemiddag. Dit is een vraag voor of de minister of de directeur. De directeur heeft een mooie opsomming gegeven van hoeveel personen er gevaccineerd moeten worden. Maar mijn vraag is, gaat er gelet worden
op de mensen die gevaccineerd worden, als er ook een, ik zal het de incubatieperiode noemen voor hen die gevaccineerd zijn, in geval er verschijnselen of bijwerkingen zijn. En voor minister Amoksi, waarom denkt u dat het ligt dat er toch nog dagelijks lockdown overtreden zijn, ondanks de vele waarschuwingen? Dank u wel. Meneer Pinas. Ja, goedemiddag. Ja. Ik vraag me af op basis waarvan de maatregelen worden genomen, omdat ik niet precies weet wat is gebeurd met de actieve cases. Zijn die uitgevallen? En als die zijn uitgevallen, op basis waarvan, want ik stel me zo voor, dus dat je op basis van het aantal actieve cases die je hebt, maatregelen treft. Maar dat is niet een beetje uitgevallen, minister of directeur of ja, meneer Ori. Misschien kunt u dat een beetje uitleggen. En er is nu een situatie, een paar dagen geleden op Albina, die dokter May, hij noemt zichzelf dokter May, was daar met Osodresi en die is dus door de districtscommissaris daar moest hij de plaats verlaten. Ik wil weten wat het standpunt is van de regering voor wat dit betreft. Mogen de mensen wel dit soort producten aan de man brengen of mag dat niet? Graag een beetje duidelijkheid hierover voor de beide ministers. Dank u wel. Minister Amoksi. De vraag van meneer Bisham ga ik samen nemen met dat van Times over de grenzen. Formeel zijn inderdaad de grenzen gesloten. We hebben ook aangegeven dat voor wat de grenscontroles betreft, dat we in het oosten het samen deden met de Fransen. We hebben besprekingen gevoerd, maar wat u nu uit het oog moet verlaten, moet aan beide zijden van de grens, van de Marowijne rivier, het is een uitdaging. Wonen op Albina, kinderen zitten op school, op Saint Laurent en omgekeerd. We moeten onderkennen dat het inderdaad vaker voorkomt dat er boten op de rivier zijn en mensen worden overgezet. En dat voor wat betreft de grenscontrole, de handhaving daar te wensen overlaat. Maar we zijn in gesprek met de Fransen om gezamenlijk dit aan te pakken. We onderkennen ook dat er een zekere mate van gevaar daarin schuilt. Open grenzen, mensen die over en weer gaan. En we weten, je hebt bijvoorbeeld geen zicht op wie misschien besmet is met het COVID-virus. Dus dat is een extra uitdaging. Maar het menselijk aspect in deze moeten we ook niet vergeten. De uitdagingen die de mensen hebben, mensen hun inkomens zijn teruggevallen, anderen hebben helemaal geen inkomens. De toezeggingen vanuit de overheid ook voor wat sociale steun betreft is ook niet helemaal uitgewerkt. Dus het zijn omstandigheden die ook drukken op de regering om maatregelen te treffen. Maar komend weekend bijvoorbeeld breng ik een bezoek naar het oosten. En we gaan ook op al deze zaken letten. En maatregelen treffen ook. Ten aanzien van de vraag ook. Ik moet onderkennen dat dit de tweede keer is dat u me hierover aanspreekt. En ik had ook aangegeven van ik zou ook daaraan gaan werken. Inderdaad schort het ook aan het optreden van de politie. Die klachten hebben mij ook bereikt. Maar wat ik zeg, het zijn politiemensen, zijn ook mensen. Er is een zekere mate van druk op ons allen.
ook voor wat betreft de handhaving. Ik heb voorgesteld dat er ook sessies met de politie komen over stressmanagement, over klantvriendelijkheid. En inderdaad, de overtredingen bij de COVID-regels. Het heeft allemaal ook met stress te maken, met de verschillende beperkingen. Daarom blijf ik zeggen van de maatregelen, de handhaving vindt niet plaats om mensen onaangenaam te zijn. Dus zowel de samenleving als ook de regering, de overheid. We moeten elkaar kunnen vinden. En er moet ook een zekere mate van begrip zijn wanneer misschien een politieman over in het klein over de schreef gaat. Maar het moet natuurlijk niet uitlopen op mishandelingen en dergelijke. Wanneer boetes worden opgelegd, wanneer mensen worden bekeurd, is natuurlijk de wegen, de bekende wegen zijn open. Bijvoorbeeld misschien de commandant die daar de eenheid leidt. Of via OPZ als het ernstiger is. Dus al die wegen staan open om een beklag te doen bij het opleggen van de boetes. Nu bestuurlijk, zowel strafrechtelijk aanpak. Is er ruimte om bij mij als minister van Justitie en Politie bezwaar aan te tekenen. Ik heb al een paar van die bezwaarschriften mogen ontvangen. En ik ga ook heel serieus naar deze zaken kijken. Ten aanzien van het voorkomen van schoeners. Dit fenomeen hebben we ook eerder aangepakt. Het is de maritieme politie die we hierop loslaten. En ze hebben ook al goed werk verricht. Wat we moeten doen is natuurlijk uitbreiden om verder naar de kust toe ook die patrouilles te doen. Gelukkig hebben we niet al te lang terug een schenking mogen ontvangen van een nieuwe boot. En die gaan we ook als zodanig inzetten. Ik denk dat het voor wat mij betreft die vragen waren. Dank u wel. Er was nog een vraag waarom er nog steeds lockdown-overtreders zijn. Komt erop neer? Ja. Inderdaad, wat ik zeg, we hebben te maken met mensen. We hebben te maken met mensen die soms stoer gedrag willen vertonen. Om aan te geven dat ze, ik ben in PA geweest. Kijk, bepaalde mensen die echt uit huis gaan om opgepakt te worden door de politie, om daar de avond door te brengen, dat begrijp ik niet. Ik bedoel van, we blijven als overheid hameren, weet je, op de ernst van de situatie, de druk die er is op de politiemensen en andere ondersteuners, de druk die ontstaat op onze gezondheidszorg. We blijven al deze dingen en we blijven praten. En toch blijven de mensen terugkomen, toch blijven ze het systeem verstoppen. En we worden niet moe, omdat we weten waarvoor dit dient. En ook nu weer we een versoepeling hebben gehad. Geloof me, ik wilde niet naar 9 uur gaan. Ik wilde niet, maar we moeten rekening houden met het bedrijfsleven. Als regering moet je ook rekening houden. De economie, weet je, die moet niet helemaal terugvallen dat, op een niveau dat het niet terug kan komen. Dus met al die zaken moeten we rekening houden. En we moeten elkaar kunnen vinden. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, net zoals ik eerder heb aangegeven. En daarvan moeten we het hebben, een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Oké, dank u minister. Minister Ramadien. Ja, ik aantal vragen gaat de directeur van Volksgezondheid beantwoorden. Ik heb wel een aantal vragen specifiek. Laat me beginnen op de vraag van de heer Bisham. AstraZeneca. Kijk, wat duidelijk moet zijn is dat wij ons hebben gecommitteerd aan een global alliance. Dat is COVAX. En COVAX bestaat uit een alliance van 78 landen en is een van de belangrijkste poten van de WHO die als onderhandelaar vanwege het mandaat van zoveel landen een sterkere onderhandelingspositie kan krijgen bij
de onderhandeling over het COVID-vaccin met verschillende manufacturers. En ik moet aangeven, er zijn dus onderhandelingen vanuit COVAX met verschillende manufacturers. Wij hebben ons gecommitteerd aan een optional purchase model. We hebben een fixed of een standard purchase model en een optional purchase model. Bij het optional purchase model heb je als land, en het is, we hebben gekozen juist voor een beetje vrijer model, omdat wij rekening hielden met de ontwikkeling van vaccins. En bij een fixed standard model of een standard purchase model, ben je verplicht, daar ben je verplicht te accepteren uit met wat COVAX als onderhandelaar kan binnenhalen aan vaccins. Maar bij een optional purchase model kan je eigenlijk ervoor kiezen om een aanbod vanuit COVAX te weigeren. En dan wacht je rustig op de volgende succesvolle onderhandeling. Dat is eigenlijk waaraan Suriname zich heeft gecommitteerd. Bij het tweede, bij dat optional purchase model is het uiteraard ook zo dat je wat meer betaalt, omdat je daarbij verschillende opties krijgt aangeboden. En het is dus uiteraard belangrijk om te begrijpen dat niet Suriname bestelt, wij mogen kiezen als we het willen of niet. Dus we hebben de hele vrijheid, dus dat kan ik u wel garanderen. Bij het eerste voorstel van Pfizer ging het om 1 miljoen doses. En je mocht als land opgeven als je interesse had. En dat hebben we gedaan. Evenals ook de 72 andere landen die vol verwachting ook waren om Pfizer te ontvangen. Uiteraard is er vanuit COVAX gekeken naar het 28-daags sterftecijfer. Daar geef ik gelijk antwoord op de vraag van de eerste journalist. En is gekeken naar de beschikbaarheid en is gekeken ook naar de regionen. COVAX betekent niet alleen Caribisch gebied. COVAX gaat over de hele wereld. Er zijn hele landen uit de hele wereld. En op basis van die analyse zijn maar 18 landen in aanmerking gekomen voor Pfizer. En Suriname is helaas buiten de boot gevallen. Waarbij in de communicatie naar Suriname ook nog eens aangegeven dat alhoewel we genoeg hebben aangetoond en documenten hebben ingeleverd voor country readiness, dat wij helaas op basis van dus die uiteenlopende redenen waren, dus het 28-daag sterftecijfer en de keuze dat men naar alle regionen in de wereld wel wilde geven. En daarom is dus Suriname niet in aanmerking voor Pfizer. Wat we wel gelijk hebben meegekregen is, we hebben succesvolle onderhandelingen gevoerd in wij, ik bedoel COVAX. En op basis van de aantallen die ze hebben kunnen concealen, heeft Suriname de optie om voor 79.200 doses van AstraZeneca in aanmerking te komen. De vraag is, Suriname, wilt u het of wacht u op de volgende ronde van onderhandelingen? En wij hebben gezegd, wetende dat de WHO ook in volgorde heeft een aantal vaccins, welke in welke fase zijn en in welke trials ze zitten, weten we dat AstraZeneca de volgende, dus het volgende vaccin wordt na Pfizer voor emergency use listing. En dat is uiterlijk 15 februari. Dus wij hebben gezegd, we hadden een uiterlijke datum ook, een deadline voor COVAX. En wij hebben gezegd, we gaan kiezen voor de volgende, dus voor AstraZeneca, indien WHO daar emergency use authorization voor geeft. Dus wij zijn geallockeerd voor die 79.200. En als je ervan uitgaat dat we 2 doses per persoon moeten geven, dan zie je al dat het maar rond de 39.000 tot 40.000 personen we met AstraZeneca kunnen vaccineren. En wij willen ook snel overgaan tot een stukje bescherming van de Surinamer. En wij hebben dus ook daarvoor gekozen. Dus uiteraard houden we ook rekening met dat wat u hebt aangehaald met betrekking tot de ontwikkeling in de wereld, Zuid-Afrika, Nederland en andere landen die erg duidelijk zijn over AstraZeneca op basis van hun inzichten. Wij houden vast aan de WHO en we kijken naar het advies van de WHO. Als de WHO, en daar is er vandaag het document, het is goed om het document te delen, ik zal het laten delen via CDS, waar wij een advies hebben gezien van de experts die zeggen er is ondersteuning aan AstraZeneca aangezien zij niet overtuigd zijn van de verschillende scientific researches, et cetera, die zijn gepresenteerd. Er is voorlopig
vooralsnog geen reden voor de WHO-experts om AstraZeneca af te keuren. En ze zeggen het ook duidelijk, vanaf 18 jaar tot unlimited age groups. Dat is de conclusie. En dat zal ook een van de documenten zijn die gekeken zal worden vanuit de WHO. Dus wij zijn uiteraard ons bewust van die ontwikkelingen. En ik mag u garanderen, als er harde indicaties zijn dat AstraZeneca niet geschikt is voor de mens of onveilig of niet werkzaam. Ook is gezegd in het rapport trouwens dat ondanks er varianten zijn in je land, je toch mag toedienen. Maar ik mag u garanderen, heer Bisham, dat ook als het duidelijk voor ons is dat er harde indicaties zijn vanuit de WHO en andere gezaghebbende instituten, dat AstraZeneca niet veilig is, dat wij dan dat ook niet zullen gebruiken. Dat mag wel heel duidelijk gesteld worden. Maar vooralsnog gaan wij dus mee met het advies van de WHO. En die zal een van deze dagen bekend zijn. Met betrekking tot, als het wordt afgekeurd, dan hebben we natuurlijk een... dan gaat het wat delay brengen in ons plan, omdat AstraZeneca nu op schedule staat. En wij verwachten en hopen dat het goedgekeurd wordt. Maar als het wordt afgekeurd, dan zullen we naar plan B moeten gaan. En dan zullen wij vanuit het platform, want daar is de vraag gesteld over Pfizer ook. Hoe komen we weer op Pfizer terecht? Wij hebben vanuit de CARICOM begrepen, en CARICOM heeft dus naar alle lidlanden een nota gestuurd over het feit dat er een mogelijkheid bestaat tot purchase, cash purchase, van drie soorten vaccins via het African Medical Supplies Platform. En dat gaat om het vaccin van het merk Pfizer, AstraZeneca en Johnson & Johnson. En wij kunnen maximaal via die lijn, dus CARICOM met African Medical Supplies Platform, maximaal 108.320 doses aan vaccin aanschaffen. En het maakt niet uit van welk merk je hoeveel wilt. Dus je moet binnen die 108.000 blijven. En in dat kader hebben we besloten vanuit het ministerie om vooralsnog in de planning ligt bij de pre-order voor 8.000 Pfizer vaccins en 100.000 AstraZeneca. Daarbij speelt uiteraard, moet ik wel eerlijk toegeven, een prijs wel een belangrijke rol. Omdat Pfizer vele malen duurder is dan AstraZeneca. Pfizer is een mRNA-vaccin, kost wat meer, nou behoorlijk wat. En AstraZeneca is een conventioneel vaccin, dus een traditioneel vaccin zoals we die kennen als een... en de directeur kan daarop ingaan. Hij heeft zich helemaal ingewerkt in de vaccins. Maar ik weet dat AstraZeneca een conventioneel vaccin is. Dus als het afgekeurd wordt, dan moeten we kijken als we vanuit African Medical Supplies Platform dan moeten overstappen naar een ander vaccin. Dus dat ligt nog steeds voor de hand. Met betrekking tot de bilaterale gesprekken kan ik zeggen dat sowieso u op korte termijn al resultaten zult merken van een onderhandeling die we nu voeren met India. Het gaat daarbij ook om het COVID Shield vaccin, dat is AstraZeneca, het merk is COVID Shield. En ook met China zijn we bezig en er is ook contact gelegd vanuit de overheid met, rechtstreeks contact gelegd met Moderna in de USA. En daar is ons al aangegeven dat wij pas in 2022 mogelijk government to Moderna bestellingen gaan kunnen plegen. Ook is er gesproken met Cuba. Daar is er ook al wat voorstellen gekomen vanuit Cuba. U weet dat Cuba ook een vaccin heeft in ontwikkeling. En die zal in juli, juli van dit jaar worden aangeboden aan de WHO. Zoals we hebben begrepen van de ambassadeur. En ook daar kijken we naar. Is ook al aangeboden als wij daar willen meedoen en ondersteunen. En er is ook, zijn ook onderhandelingen gaande met Nederland en Europese... andere Europese landen. Ik kan niet veel zeggen over de onderhandelingen, omdat die nog in de startblokken zijn. U ziet het zelf, dat alle landen een beetje kijken. Iedereen probeert voor zichzelf hun dosis te behouden. Maar er is een oproep gedaan vanuit de WHO, dat wanneer je de risicogroepen, de kwetsbare groepen al hebt gevaccineerd en je hebt nog genoeg dosis, dat je die ter beschikking moet stellen of verkopen aan andere landen. En dat is gewoon equity to access van vaccin. Het geld voor het vaccin, wij hebben bewust gekozen voor een public-private initiatief, waarbij wij wetende
wetende dat er behoorlijk interesse bestaat vanuit het bedrijfsleven en de particuliere sector, maar ook de gemeenschap. We kregen die berichten dat mensen willen bijdragen. Dat we ieder op een transparante wijze willen laten bijdragen in een fonds voor de aanschaf van COVID-vaccin. Dus we hebben uiteraard besloten dat er een fonds komt met een bestuur. Dat bestuur zal een gemeenschappelijk bestuur zijn van het bedrijfsleven en de overheid. En dat moet, als het goed is, zijn de rekeningen, worden de rekeningen nog deze week geopend. En dat zal dienen als voor ieder die daar een bijdrage in wil leveren. We hebben heel veel ondersteuning gehad vanuit de gemeenschap. Mensen bellen elke dag, we willen storten voor u. Waar kunnen we het storten? Ik zeg, hou uw geld even. Laten we eerst het fonds goed opzetten. Duidelijk zijn wat het fonds moet doen, waar de middelen en hoe de middelen besteed zullen worden. En in alle transparantie, voor mijn part maak ik een website met een live counter hoeveel geld er gestort is, zodat ieder ziet wat onze target is en waar we zitten. Dus dan weten we dat ook en moeten kijken als dat mogelijk is. In deze tijd denk ik best dat het wel mogelijk is. De internationale vluchten die blijven voorlopig gehandhaafd. U hebt, als u goed hebt geluisterd naar mijn betoog, is het heel belangrijk om de import van varianten nu, ik weet niet als u de beelden hebt gezien van de Manaus variant, het is een vreselijk dodelijk variant en het is heel belangrijk en we hebben vandaag ook weer de RIVM benadrukt dat wij onze grenzen, met name de contacten met Brazilië en Guyana, om niet verder te discrimineren of een bepaalde uitspraak te doen internationaal, maar wetende dat wij heel dichtbij Manaus zijn en er zijn verschillende routes uitgaande van die kennis die de malaria, het malaria-programma heeft over malaria-aanpak, hebben zij ons zelf geadviseerd, minister en team, let hierop, want het is om de hoek Manaus, Suriname. En dat kan via rechtstreeks via de grens of via Guyana naar Suriname. En daar gaan we echt wel proberen goed overzicht op te hebben. Dus geen personen van die landen naar Suriname voorlopig. Met betrekking tot de aantallen, en dat zal de directeur zo meteen uitleggen. En de vaccins, als die allemaal hetzelfde zijn. En bijwerkingen, dat gaat de directeur uitleggen. Ja, op basis waarvan de maatregelen, ik zou de heer Ori, ik weet niet als u daarop wilt ingaan, over het stukje van de active cases. Maar de laatste vraag, daar wil ik wel antwoord op geven. Dat was over een traditionele genezing. U hebt een naam genoemd. Ik heb in het artsenregister, de naam ben ik niet tegengekomen. Dus ik weet niet, als u praat over een dokter, waarover praat u precies? Is het een dokter? U hebt de naam genoemd van een dokter die een middel verdeelt. Dus daar ben ik niet van op de hoogte als het om een dokter gaat. Belangrijk is wel, ik heb het ook in het parlement aangehaald, dat precies zoals we vandaag hier praten over de verschillende trials en de verschillende cijfers, hoe effectief zijn die zaken, hoe goed zijn ze voor het gebruik op de mens, dan is mijn vraag aan u, heer Pinas. Hebt u trials gezien van het middel? Hebt u de efficiëntie kunnen beoordelen? Wat voor middel het is? Wat zijn de ingrediënten? We moeten op een rationele wijze, vind ik, zaken benaderen. Ik wil hiermee aangeven dat de regering open staat voor traditionele genezing. Maar de beoefenaars van de traditionele genezing moeten ook bereid zijn zich te onderwerpen aan wet en recht en wet en regels in het land. We hebben een taakomschrijving van het ministerie en ik wil het met u doornemen. En inderdaad heeft het ministerie van Volksgezondheid gisteren een actie en die actie gaat door. Want vandaag was er in Paramaribo een verdeelpartij gaande van dezelfde manier, ondanks hierop is gewezen dat er regels en wetten zijn. En ik wil mijn werk goed doen, meneer Pinas. Ik heb een taakomschrijving van het ministerie van Volksgezondheid hier. En de eerste taak die mij is toebedeeld is, minister, de volksgezondheid in de ruimste zin en het toezicht op de behartiging van de volksgezondheid in het bijzonder
met inbegrip van de gezondheidsvoorlichting en opvoeding uit te oefenen. Een andere belangrijke taak die ik toebedeeld heb gekregen is de gezondheid van bevolkingsgroepen en individuen die deze zorg behoeven en anders niet zouden krijgen uit te oefenen. We moeten de gezondheid dus beschermen. Als wij heel kritisch zijn en de registratiecommissie vragen om alle in Suriname gebruikte geneesmiddelen voor ons te toetsen op de werkzaamheid, veiligheid en effectiviteit, hoe verwacht u dan van dezelfde overheid dat wij geen toetsing zullen doen voor de traditionele geneesmiddelen? We zijn ervan overtuigd en we leven ook in die maatschappij. We weten ook, ik heb ook als arts gewerkt en ik weet ook dat onze patiënten, onze burgers, zowel medische, westerse medische als traditionele genezing gebruiken. Maar is het terecht dat wij een super fever medicine die niet geverifieerd is op inhoud, op ingrediënten, op bereidingswijze, op veiligheid, gratis te verdelen in zulke grote oplagen? En wat als er daarin bacteriën voorkomen en andere toxische stoffen? Ik ben gisteren 3 uren geweest op bezoek bij dokter Ori bij het BOG, bij het Centraal Laboratorium. We hebben daar rondgelopen en ik heb een specifieke vraag gesteld aan het hoofd bij de afdeling chemie. Ik zeg, welke toxines, welke metalen, welke zaken kunt u hier van me onderzoeken? Inderdaad, er is niet genoeg mogelijkheden, maar wij moeten met z'n allen als Surinamers een stukje beleid ontwikkelen om ook dit voor de Surinamer op een veilige wijze toegankelijk te maken. Ik zeg niet dat het niet goed is. Het kan goed zijn, maar hebt u het getoetst? Hebben we gekeken wat erin zit? Ik heb een voorbeeld aangehaald in het parlement over alfa-tomatine. Tomaten zijn gezond, maar de stengel bevat giftige stoffen en als die in die drank wordt gezet, bij 25 milligram merk je al schadelijke effecten en bij 400 milligram is het al dodelijk. Ik moet toch de gezondheid van de burger beschermen? Dat wordt verwacht van deze minister, van volksgezondheid. En als wij merken dat er ontwikkelingen zijn en trends, dat personen op een ongeverifieerde, onterechte wijze zaken naar de man brengen, ook al is het gratis, dan moeten we op onze hoede zijn. Er zijn vele gevallen bekend en ik zeg niet dat dit hier speelt. En gaat u het goed na in de geschiedenis. Er zijn vele gevallen bekend van personen. En ik let wel duidelijk, meneer, ik heb het niet over deze meneer. Ik praat over een paar feiten uit het verleden, niet in Suriname, in de wereld. Dat personen met een kwade bedoeling, gaat u dat na in de medische geschiedenis, met een kwade bedoeling, bewust grote doses van wondermiddelen hebben gemaakt om de mens ook uit te roeien. Precies zoals die verdachtmakingen worden gemaakt nu naar het COVID-vaccin, dat het bestemd zou zijn om de mens uit te roeien, kan ik dat ook stellen. Maar we moeten onderzoeken. Als iets klopt, en ik heb het adres genoemd, op de hoek van de Abraham Samsonstraat en de Kernkampweg is het gebouw van de registratiecommissie. Iedereen die potentieel medicamenten heeft voor de mens, mag daar hun spul brengen en dan zal het op de juiste wijze worden bekeken, onderzocht en dan zullen we een uitspraak doen. Ik heb begrepen dat de meneer niet weet waar hij zijn spul moet brengen, dus daar roep ik hem op. Maar tot dat moment dat je het niet hebt gebracht of niet wenst mee te werken, dan zie ik dat als een illegale handeling en ik kan het mis hebben. Maar ik hoop dat u dat begreep waarom wij die stap hebben genomen. Dank u wel. Directeur, u had... Dank u wel. De minister is erop ingegaan waarom wij niet in aanmerking zijn gekomen voor Pfizer in de eerste ronde van ons COVAX-aanbieding. De sterftecijfers en andere zaken. In elk geval de ideale tijd tussen 2 doses AstraZeneca-vaccin is 4 weken. Er is wel een traject, een periode is niet exact 4 weken. 4 weken is ideaal. Dus laten we op 4 weken houden. En het is inderdaad de bedoeling dat wanneer we een zending AstraZeneca krijgen, dat we direct die reserveren voor de tweede dosis van degene die de eerste dosis krijgen. Zodat we niet in onzekerheid leven van... Hey,
worden die mensen die de eerste dosis hebben gehad nog gevaccineerd voor een tweede dosis? Dat willen we liever niet. De minister is erop ingegaan, een vaccin van buitenland. Wat betreft die van Cuba, inderdaad, die soberana dos, die wordt aangeboden, men verwacht dat in juni WHO een uitspraak daarover doet. Omtrent de werking van de AstraZeneca, Pfizer is een mRNA-vaccin, dat wil zeggen dat op mRNA kan er erfelijk materiaal gecodeerd staan. Via zo'n vaccin krijgen we dan die codes op een bepaalde machine die de eiwitten vandaar decodeert. En daardoor, wanneer de eiwitten dan in de bloedbaan komen, gaat het lichaam beschermstoffen maken. Zo ontstaat de immuniteit tegen het COVID-virus, als het ware. Door Pfizer vaccin. AstraZeneca, die gebruikt inderdaad de conventionele methodes, waarbij een verzwakt virus of een virus dat niet bij een bepaalde groep als ziekteverwekkend werkt, wordt gebruikt. En zo'n virus wordt dan in principe gebruikt als een voertuig om erfelijk materiaal met specifiek bepaalde eiwitten te injecteren in een persoon. Dit is geen onbekend verschijnsel. We vaccineren al onze kinderen. We zijn ook gevaccineerd. Dus AstraZeneca is ook zo'n, die gebruikt ook zo'n techniek waarbij het materiaal. Oh, sorry. Dank u wel. Waarbij het materiaal dan in het lichaam komt en op zo'n manier gaat het lichaam dan de eiwitten kunnen maken die karakteriserend is voor bepaalde eiwitten die heel karakteristiek is voor het virus. En het lichaam gaat daartegen beschermstof maken. Dus dat is AstraZeneca. En omdat het een bepaald informatie in zich heeft, en virussen die blijven elke dag een beetje veranderen, dan kan je inderdaad varianten krijgen. Zo heeft men ontdekt dat het AstraZeneca vaccin, dat in Engeland bijvoorbeeld gefabriceerd is, wat minder werkt tegen de Zuid-Afrikaanse variant. Waarom? Nou, maar minder, maar in elk geval zijn er aanwijzingen dat mensen kunnen wel ziek worden, maar ze worden niet ernstig ziek. Dus dat zijn de preliminaire onderzoeksresultaten. Omdat er soms ook nog wat restimmuniteit kan zijn. Er zijn bepaalde immuuncellen die toch nog wat bescherming kunnen leveren, waardoor er voor of tegen de Zuid-Afrikaans variant er toch nog wat immuniteit is wanneer je gevaccineerd bent met AstraZeneca vaccin. Dan gaan we naar de vraag van de aantallen, inderdaad. Even snel kijken. Misschien was ik een beetje haastig. Maar we hadden in onze doelgroep de gezondheidswerkers die werken bij COVID-zorg. Dat is onze eerste doelgroep. Nu hebben we ze allemaal samengetrokken, omdat we een heel kwartaalbasis gaan berekenen. En eerste kwartaal gaan we ongeveer 15.000 doses AstraZeneca vaccin ontvangen. Zodra het goedgekeurd wordt door de WHO, dat verwachten we volgende week. En dat is gelijk aan 7.500 personen. Daarom
gaan wij in het eerste kwartaal de gezondheidswerkers vaccineren. Dus niet alleen degenen die bezig zijn met COVID-zorg, maar ook andere gezondheidswerkers. De inwoners van bejaardentehuizen en dialysepatiënten. Dus dat is het eerste kwartaal. 15.000 doses komt overeen met 7.500 personen, maar het kan oplopen tot 9.000 personen. Tweede kwartaal. Ook AstraZeneca van COVAX. Ongeveer 40.000 doses komt overeen met 20.000 personen. En in die groep gaan we de personen die veel blootgesteld zijn aan contacten, die gaan we vaccineren. Personen van de gewapende macht, onderwijzers en hoge functionarissen binnen de regering. De vaccinatielocaties zijn BOG, RGD-klinieken en MZ-centra's. In het derde kwartaal dan verwachten we om en bij 50.000 doses totaal, en dat komt overeen met 25.000 personen. En in hier gaan we 25% van de 60-plussers vaccineren. Ons 60-plussers populatie is ietsje meer dan 90.000 personen, dus dan als je een kwart ervan rekent, dan ben je tussen de 20 en 25.000 personen. Vierde kwartaal ongeveer 30.000 personen. En dat komt overeen met 30% van de 60-plussers. En zo kom ik op een totaal van 90.000 personen in 2021 ongeveer. Natuurlijk, afhankelijk van de beschikbaarheid van meer vaccin, kunnen wij ervoor zorgen dat wij snel het plan modificeren om wat meer personen te vaccineren. Ik hoop dat, dat deze uiteenzetting geholpen heeft. Er was ook een vraag gesteld wanneer we klaar zijn met vaccinatie. We moeten ook bedacht zijn als varianten al wat veranderde reactie geven op vaccins. Moeten we bedacht zijn van komen we op een punt waarbij we net als H1N1 gaan vaccineren. Maar dat laten we over voor de experts. Daarvoor hebben we grote organisaties en geweldige wetenschappers die alle onderzoeksresultaten bestuderen en op basis van wetenschappelijke manier ons voorzien van advies. Over de bijwerkingen. Ter plekke waar er gevaccineerd zal worden, is er een team standby om bijwerkingen op te vangen. De kans is zeer klein, maar we moeten niets aan het toeval overlaten. En we gaan ervoor zorgen dat er daar een team is die elk bijwerking, acute bijwerking kan opvangen, elk ernstige bijwerking kan opvangen, eventueel bijwerkingen kan opvangen. Gelet op de safety data verwachten we heel weinig problemen, maar volgens protocol moet je erop bedacht zijn en moet je het in place hebben. Ook, dus dat is acuut ter plekke, maar ons registratiesysteem gaat er ook zodanig zijn dat je na gevaccineerd te zijn ook informatie kan geven omtrent klachten die je hebt ervaren en die gelinkt kan worden aan vaccinatie. Daarvoor zijn er speciale protocollen in place en ik kan u verzekeren dat die ook gehanteerd zullen worden. Ik weet niet of ik wat gemist heb. Nee. Dan zal ik overdragen voor ja. Voor Dr. Ori, de kwestie van de active cases. Ik denk dat de vraag ging ook waarom wij nu de maatregelen aanpassen. Wanneer wij
voornamelijk kijken is de positivity rate, de R en ook het incidentiecijfer. En bij allemaal hebben we een scherpe daling gezien. De positivity rate bijvoorbeeld in januari was 23 punt zoveel procent. Op dit moment is voor februari zijn we op 16 punt zoveel procent. En we hadden gisteren bijvoorbeeld beneden 10 procent. Dus we zien in bij al die parameters afname. Dat van de actieve case zijn de patiënten die al positief zijn getest. En die nog in isolatie zijn. Waarom het niet op de website, het is niet op de website. Er was altijd een probleem om het te berekenen. Omdat je moet nagaan, er zijn op verschillende locaties zijn personen, patiënten geïsoleerd. En dat elke dag optellen, aftrekken en op een gegeven moment ging dat fout. Waardoor het aantal eigenlijk niet goed werd bijgehouden. We zijn nu bezig. We gaan ook kijken op biologie-websites. Zijn we ook bezig om te kijken hoe we dit beter kunnen doen. Want er zijn verschillende personen die met al dat ze de hele dag bezig zijn in het ziekenhuis, met patiënten, met andere dingen, dat ze ook dit erbij accuraat moeten bijhouden. Vandaar we kijken naar hoe wij dit het beste kunnen doen. Want het heeft niet gewerkt. Zie je dat? Op de COVID-website met positieve cases, met actieve cases, is dat cijfer, is het nooit, was nooit, geen nooit kloppen. We zijn bezig ermee om een beter model te hebben. Dat doen we nu. Goed, dank u wel, dokter Ori. Laat. Mag ik even hierop? Ja, ja. Ja. Wat we wel, bedankt dokter Ori, wat we wel hebben afgesproken nu, is dat u een, als de mensen de website van BOG hebben bekeken, waarop ook een dashboard nu staat, hebben wij afgesproken dat wij twee keer per week een overzicht geven over alle actieve gevallen in welke instelling ze zijn. Dus zowel in de isolatiefaciliteiten als in de ziekenhuizen als in de IC's. En dat zal waarschijnlijk zijn op de maandag en de donderdag. Ik heb de IT-deskundige gevraagd om daar een format voor te creëren en op de website te plaatsen, zodat u twee keer per week zult zien wat dokter Ori net zegt, een hele optellen-aftrek-som. Maar dan krijgt u de feitelijke situaties in de ziekenhuis. Want dat is denk ik belangrijk voor het beleid ook. Om te weten wanneer je op je target zit. Hoeveel procentbezetting, et cetera. Maar de active cases zelf, totaal, geeft ons geen beeld over de verschillende instellingen. Wij, wanneer we beleid maken, dan kijken wij naar de diverse instellingen. Want alle instellingen hebben verschillende capaciteit. Dus wij willen weten wanneer is er dreiging. Wanneer zitten we op een 50, 60 en 80 procent capaciteitsbezetting? Hoe zit het met onze IC? En dan kunnen wij dan gaan bijstellen. Dus ook een van de indicatoren die het beleid helpt mee te bepalen. Dus ter verduidelijking. Dank u wel, minister. We gaan naar de laatste ronde van de pers. Mevrouw Brinkman was al ready. Ik denk de directeur gaat nu vertellen wat ik zo graag wil weten. Die periode na dat eerste jaar, na die eerste vier kwartalen, dan hebben we, hoeveel mensen hebben we dan nog te vaccineren? En dat is vanaf 18 plus, begrijp ik dat goed? Dus dat... Het hangt van de beschikbaarheid van vaccins af, dat is ten eerste. Ten tweede, risicogroepen verdienen voorkeur, zoals ik het aangehaald. Dus 60 plussers in principe. Aan het einde van het jaar hebben we niet eens alle 60 plussers gevaccineerd. Indien we genoeg vaccins beschikbaar hebben, dan hebben we meer gevaccineerd. Maar hoeveel is het totaal? Ideaal willen we meer dan 400.000 Surinamers vaccineren. Dat is meer dan 800.000 doses. Maar voor 2021 hebben we voorlopig 180.000 doses beschikbaar. Dus we moeten nog even huiswerk maken om dat resterend deel te kunnen krijgen. Oké, meneer Pinas. Ja. De eerste vraag gaat over de controle van de grenzen. Ik hoor de minister van Volksgezondheid praten over een variant die mogelijk in Manaus is. En mijn collega Bicham schetste zojuist een beeld van wat er op Albina gebeurt. Ik heb niet kunnen begrijpen van de minister van Justitie en Politie wat er concreet, hoe de controle concreet gebeurt. Want weet u, tijdens
Een paar maanden geleden, of toen het virus pas in Suriname was, was er een operatie, Dringidresi Waktisiki, dat die speciaal was gecreëerd om de grenzen te bewaken. Dat is op de een of andere manier wegkomen te vallen. De politie die zou de controle doen. Het beeld dat mijn collega schetst is nogal zorgwekkend. En ik heb de minister dat niet horen ontkennen. Hij heeft niet ontkend dat dat niet gebeurt. Ik bedoel, hoe gebeurt de controle als mensen dus vanuit Frans-Guyana Suriname binnenkomen en ze willen in het land komen? Want je hebt mensen die gewoon op Albina komen en teruggaan. Maar mensen die het land inkomen. Er was op een gegeven moment een post op een beetje nabij Albina, waar dus je werd gestopt en je temperatuur werd opgemeten en dat soort dingen. Gebeurt dat nog? Kunt u me echt een beeld geven van hoe de controle er nu uitziet? En graag concreet. Duidelijk. Ja. Ik heb begrepen, ik heb me laten vertellen dat studenten, verpleegkundigen die gevraagd waren om mee te helpen in het Wanika ziekenhuis, die zijn vandaag bedankt. Ik weet niet wat de reden is, dus ik vraag even aan de minister van Volksgezondheid of die informatie klopt. En of die informatie, als die informatie klopt, wat de reden is waarom die mensen zijn bedankt. En ten aanzien van dat van de traditionele meneer, ik weet niet of hij een dokter is hoor, als hij voorkomt op de lijst van een dokter. Maar hij noemt zich, daarom zei ik, hij noemt zichzelf dokter mee. Is hij strafbaar? Dat is de vraag. Is hij strafbaar? En indien hij strafbaar is, want het kan zijn dat hij op straat komt waar de DC kan optreden, maar als hij bijvoorbeeld op zijn erf is en hij mensen uitnodigt, mogen de mensen daar wel gaan op zijn terrein om de medicijnen te halen, fever medicine te halen. Als hij strafbaar is, wordt hij opgepakt, wordt hij aangesproken. Wat is het beleid concreet? Dank u wel. Yes, volgende paar woorden. Nog twee aanvullende vragen. Van het WHO-rapport dat vandaag is gepubliceerd, staat er inderdaad wat u aanhaalde. Er staat ook nogmaals dat het AstraZeneca maar 63% effectiviteit heeft. Voor mij klinkt dat weinig, ik weet er niet van, maar als ik die uitleg zo hoor, is dat eigenlijk genoeg? Of om te zeggen van, met dat vaccin, met dat percentage aan effectiviteit, is het toch genoeg om te voorkomen dat mensen eraan doodgaan. Heb ik dat zo goed begrepen of niet? En verder, er zijn Europese landen en Amerika die zoveel vaccins hebben ingekocht, dat ze eigenlijk 3 keer hun bevolking kunnen vaccineren als ze alles zouden krijgen. Suriname heeft moeite met een paar 100.000 vaccinaties binnen te halen. Die COVAX-faciliteit moest daar eigenlijk voorkomen dat dit zou gebeuren. In jullie opinie, werkt die COVAX-faciliteit naar behoren of is dat eigenlijk een beetje aan het mislukken? Dat was het voor mij. Dank u wel. Ik wil even inspelen op de vraag de dame daarvoor. Namelijk over het inkoopbeleid. Ik heb gekeken naar de lijst, minister, en het is misschien een politiek antwoord, maar het blijkt dat al die rijke westerse landen meer dan overvloed hebben gehad aan Pfizer en Moderna en andere dingen. En wij worden gewoon aan de kant gedrukt. Terwijl wij juist proberen, met wij bedoel ik de ontwikkelingslanden, om dat ding met onze eigen middelen te beheersen. Toch is misschien een politiek antwoord dat ik van u vraag, maar is het geen tijd dat misschien Suriname, misschien een CARICOM-verband of ander verband gaat protesteren, want COVAX heeft niet gewerkt. Het lijkt erop alsof de arme landen een beetje een stiefmoederlijke behandeling krijgen. Ik weet er niet hoe u daarop wil reageren, maar dat valt wel op. Wat betreft, even doorgaan op dat van Jason. Inderdaad, wat gebeurt daar bij de Franse grensminister? Het is geen geheim
Er gebeuren geen dingen kibri-kibri. U kunt gewoon bij het water gaan staan en u ziet die boten. Die bootsmannen maken 10, 15, eentje heeft gezegd 20 trips per dag. Het is niet één boot, ze gaan constant op en neer. Minister, u heeft... Ik ben geschrokken toen u zei dat we moeten rekening houden met de mensen. Ze hebben hun school daar en mensen moeten naar het werk gaan. In feite wat u zegt, minister, is dat de mensen mogen overtreden als ze dringende behoeftes hebben. Is er een gedoogd beleid dan? Maar dan moet dat wel duidelijk gezegd worden. Als men zegt de grenzen zijn gesloten, dan zijn ze gesloten. Het beeld dat u net heeft geschetst, minister, is dat er gedoogd beleid is. Dan moet dat wel duidelijk gesteld worden, minister. Voor wat betreft, oh ja, dit is heel belangrijk. Het heeft te maken met dringende zaken tijdens lockdown. Je moet een dispensatie hebben. Maar ik heb een paar gevallen gehad. Of zijn me bekend gemaakt. Bijvoorbeeld een zieke oma. Een oma die plotseling onwel wordt. En zeg maar een kleinzoon die wil snel daar gaan om te gaan kijken wat er gebeurt. Dus dat soort gevallen. Ik had ook een geval van een meneer die autopech had buiten de stad. En zijn familie wilde hem gaan helpen. Hoe zit het met dat soort zaken? Want u had iets uitgelegd over dringende gevallen. Maar misschien dat u het even beter kan nuanceren. Want om te voorkomen dat mensen gewoon doodgaan. Terwijl ze even snel een flesje water kunnen krijgen ofzo. Dank u. Times. In het vervolg over de kwestie van de grenzen heb ik ook een aanvullende vraag. Minister Amoxi, we horen al sinds vorig jaar, sinds COVID eigenlijk ter sprake is in de wereld, dat de oostgrens moeilijk te bewaken is. We hebben uitgebreid uitleg gehad waarom het moeilijk is. Maar wat wordt er anders gedaan of hoe wordt er anders naar gekeken nu, bijna een jaar later, om dat te verbeteren? Of gaan we blijven horen dat het moeilijk is en dat we gesprekken voeren en dat we voor samenwerking gaan? Want we hebben dat al te vaak gehoord. En we blijven ook steeds praten over de oostgrens, maar hoe staat het in het westen of in het zuiden? We horen heel weinig over de bewaking, over de controle bij de andere grenzen. Graag daarover ook meer informatie. Directeur BOG, graag een vraag over de website van BOG of eigenlijk een verduidelijking. We hadden eerst de COVID-19 website en een paar maanden later hebben we dus de BOG website gehad die eigenlijk nu van waaruit voornamelijk de informatie over COVID-19 wordt gegeven. De COVID website is eigenlijk alleen nog maar de dashboard en eventueel de dispensatie aanvragen. Kunnen we duidelijk een onderscheid krijgen van welke informatie via welke website wordt doorgegeven? En specifiek over de BOG-website. We merken dat het soms dagen duurt dat bijvoorbeeld additionele informatie als nieuwe maatregelen, de situation reports, dat het pas 2-3 dagen nadat het bijvoorbeeld hier bekend is gemaakt, dat het dan pas op de website wordt geplaatst. Waarom kan dat niet meteen dezelfde dag al niet? Er is heel veel behoefte aan informatie en zo snel mogelijk ook. Ook nog een relevante vraag voor BOG-directeur. We hebben de regentijd, meestal tegen deze tijd van het jaar, hebben we heel veel dingen in malaria gevallen. Nu is alle aandacht en de focus op COVID-19. Maar is er informatie over een verschil te merken met voorgaande jaren en dit jaar voor wat betreft dingen in malaria en griepgevallen? En dan heb ik nog één laatste vraag. Nee, sorry, dat was het. Dank u. Goed zo. Dan zijn we nog vragen? Snel hoor, naar de afronding. Een verduidelijking. Ja, een korte verduidelijking. Ik wil weten waarom het zo lang duurt om die actieve cases, we praten al over 2 weken geleden, dat er geen actieve cases meer worden bekendgemaakt. Waar ligt het aan dat het zo lang duurt? Dat deze informatie nog steeds ontbreekt. Dank u wel. Dank u wel, minister Amoxi. Jawel, meneer Pinas, de ware tijd, ook Times, meneer Shambila. Ten aanzien van de grensbewaking, formeel is dat een aangelegenheid van Defensie. Wat ik ervan kan zeggen, de
actie die daartegen werd losgelaten, met name Drindresi Waktisiki, is onderworpen geweest aan een lange evaluatie. Naar mijn weten is de minister van Defensie afgelopen weekend, zoals in het oosten, als ik het niet vergis, heeft ze ook besprekingen gevoerd met de Fransen. En wat ik zeg, het blijft een gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide overheden. Vandaar ook dat mijn collega in het oosten was. Vanwege de politie is er, ik denk 2 weken terug, hadden we een post. U sprak over de post voor het ziekenhuis. Die post was, is ook weer daar ingesteld voor de controles. En ik heb zelf afspraken lopen met mijn collega van Defensie. We moeten ook voor wat het oosten betreft de COVID-brigade daar gaan instellen. En dan komt er inderdaad wel een controlepost, waarschijnlijk bij de kruising daar, waar er een viersprong is. Dat zijn de activiteiten die we in dit verband daar gaan op ontplooien. En ten aanzien van mijn verklaring, de uitleg, ik wil alleen maar aangeven de druk die er op de samenleving is. Wat u allemaal beschrijft, is niet, die informatie heb ik niet. Dus ik zou het dan moeten opvragen wat er allemaal daar gaande is. Maar wat ik aangaf, is om aan te geven hoe de druk landelijk is overal. Dank u wel. Dr. Ori. Over surveillance van het BOG, afdeling epidemiologie. De surveillance is altijd normaal doorgegaan. Niet altijd helemaal optimaal vanwege het ziekenhuis. Surveillance lukt het niet altijd vanwege COVID. Ziekenhuizen nemen niet andere patiënten op. Maar ons telefoonade, mortaliteit, surveillance, alles loopt normaal. Dingen we hebben niet. Op dit moment, Nikeri heeft een beetje meer cases. Maar zo vergeleken met voorgaande jaren, daar is er geen alarmerende situatie, maar dan nog worden er maatregelen getroffen. Voor het binnenland betreft, de surveillance van de medische zending is nog steeds hetzelfde. Ze verzamelen de data en wekelijks worden de data gerapporteerd naar het BOG. Ja, en dan waren er vragen voor de directeur van Volksgezondheid. Dank u wel. We hadden een vraag waarbij aangegeven was of als de of effectiviteit van 63% genoeg is. We moeten het zo zien. Dat betekent dat wanneer je 1000 mensen vaccineert, dat je 600 mensen zeker hebt beschermd. En dan heb je nog eigenlijk dat het interval is. Het kan veel hoger uitvallen. Dus als je van 1000 mensen gevaccineerd te hebben, meer dan 600 mensen kan beschermen, dan heb je heel veel bereikt. Want we focussen ons op voorkomen van ernstige ziekte en het voorkomen van sterfte. Dus dat is alvast eentje. U wilde wat verduidelijken? Ja, ik probeer het gewoon te snappen hoor. Dus als je, dus ik dacht de effectiviteit gaat op mij als persoon, ik ben 100%. En als ik het vaccin krijg, dan is, ben ik maar 63% bestand als ik het virus binnenkrijg. En niet dat op 100 mensen nee, het gaat drie. Om de groep. Oké, okay. Nee, het duidelijk. Zijn, het zijn groepsdata en daarom kan het gaat om. En de data die u heeft gaat om 1 dosis. Na 1 dosis. Na 2e dosis is de effectiviteit veel hoger. Maar na 1 dosis al heb je al een behoorlijke bescherming. Na 2 wordt het 90. Ja, COVAX faciliteit. Of het naar behoren werkt? Het werkt naar behoren. Want anders zouden de arme landen helemaal niet in aanmerking komen. Nu hebben we via COVAX faciliteit tenminste 79.200 dosis AstraZeneca beschikbaar kunnen stellen. Dus
COVAX-faciliteit werkt wel. En we kunnen landen die wat beter gesteld zijn, niet kwalijk nemen als ze hun populatie willen beschermen. De wat armere landen die hebben wel protestbrieven aangetekend van laten we ervoor zorgen dat er wat betreft patentschap op bepaalde middelen en vaccins wat dispensatie verleend wordt, dat is wel aangegeven in protestbrieven. En we moeten uitkijken in hoeverre deze landen dan ook geholpen zijn. Ik weet niet of minister Van Jespol is ingaan op dringende zaken. Wanneer mensen moeten vertrekken vanuit huis voor dringende zaken. Ik denk dat in heel dringende zaken je altijd 105 kan bellen, zodat de politie op de hoogte is van iets dringends. Zodat je, wanneer je cito naar de SEH moet gaan, kan je even snel bellen, 105, van ik moet vertrekken. En dat je niet in plaats van naar SEH te gaan, naar POC gaat. Dat is wel een optie. Minister gaat verder in. Geluid van de minister. Geluid. Jawel. Inderdaad is het zo dat via 115 ook 105 die komen allemaal bij het Command Center. Er inderdaad dringende meldingen kunnen worden gedaan. Als bijvoorbeeld iemand ziek is, acuut, een ongeluk. Die melding kunnen worden gedaan en de politie speelt ook daarop in. Ik vind het, laatst moest ik lezen dat een gerespecteerde advocaat het leven heeft gelaten omdat de familie bevreesd was om uit huis te gaan. De politie, zeg ik, we zijn bereikbaar en voor zulke acute gevallen zijn de manschappen natuurlijk ook open. Ze gaan u vragen waarover het gaat. En u moet niet vergeten, de controle kan altijd gedaan worden. En we maken niet vaak mee dat iemand gewoon uit huis gaat rushen voor iets dringend en dat de politie onmenselijk niet daarop zal inspelen. Dus dat kan ik helemaal wegnemen. Wanneer er een acuut geval is, u mag het doorgeven. En daarop zal ook worden ingespeeld als het nodig is dat u begeleid wordt misschien SEH of zo. Die ruimte is er. En men moet niet bang zijn om te bellen en hulp te vragen in geval het nodig is. Minister Ramadin. Ja, dank u wel voor de vragen en ook voor de deskundigen die vragen al het groot deel hebben beantwoord. Laat me direct ingaan op de vraag van de website. Inderdaad hebben we alle mogelijkheden en alles bekeken om de BOG-website, die feitelijk lang voor COVID-arrest bestond, te activeren, te heractiveren en een COVID-website te maken daarvan. De meest recente data, alle protocollen, COVID-journaal, voorlichtingposters, voorlichtingfilmpjes, alles is te halen op de website. Ik weet dat we streven naar perfectie en we doen ons best om op die website de situation reports en de huidige maatregelen te uploaden. CDS is belast met communiceren met de samenleving met betrekking tot de maatregelen, maar ook zullen wij de maatregelen ook uploaden. Dus inderdaad werken we steeds naar verbetering van onze informatievoorziening. En de dashboard mag ik u wel aangeven, u gaat zien, we hebben de analyse van de afgelopen 30 dagen, van de afgelopen 7 dagen en van de dag ervoor. Dus u hebt daar genoeg informatie te halen. En inderdaad, ik heb het net uitgelegd over active cases. Misschien is het interessant om te weten, en ik heb net gezegd, wat is belangrijk? Dr. Ori heeft ook aangegeven op basis waarvan we de maatregelen aanscherpen, op basis waarvan we evalueren. Active cases is niet op de voorgrond om je
beleid af te stemmen. Of af, in elk geval is geen leidende factor in het vaststellen van uw beleid. Wat wel belangrijk zijn, het positiviteitspercentage, de R en de trend. Daarom heb ik gezegd, we gaan 2 keer per week nu u een overzicht geven, want het probleem wat we ervaren in de praktijk is wanneer de positieve getest zijn en je hebt een x aantal positieve, dan kan je zeggen dat dat jouw active case is voor die dag, de active cases voor de dag. Maar je moet rekening houden dat iedereen tot nu toe die getest is zoveel mogelijk, dat is het streven van de overheid, om iedereen te plaatsen in een isolatie, in een overheidsisolatiefaciliteit, enkele mensen in een thuisisolatiesetting, waar er een protocol voor is, de zieke mensen in een cohortzorg, dus op de ziekenhuizen, en de IC-behoeftigen in een IC. En u snapt wat er gebeurt. De mensen worden gebeld. Misschien moet u een keer langslopen bij 178 in de avond. Ik ga u toestemming geven daarvoor. Gaat u een avond met ze zitten, zijn artsen die bellen, en dan ziet u dat proces hoe het gaat. Mensen leggen de telefoon neer, mensen zijn niet meer bereikbaar, wordt afspraak gemaakt, zijn niet meer te vinden. En die mensen vormen dus, die zijn nog steeds active cases, maar die mensen komen niet terecht in de ziekenhuizen. Dus ik kan u niet zeggen dat de mensen die in de ziekenhuizen zijn opgenomen allemaal alleen tot de active cases behoort. Ziet u wat de praktische situatie ons leert? Dus, en dan krijg je dan een situatie dat die persoon die niet meer te bereiken was die avond, na 2 dagen nu plotseling ziek wordt. En dan een dokter gaat zoeken. En dan wel opgenomen wordt in een COVID-faciliteit. Maar dan weten we niet, als we die active case die eerste dag hadden opgeteld, is het dan terecht dat je dan die persoon als active case weer optelt wanneer die persoon is opgenomen. Dat is, zijn gewoon enkele praktische discussies. En we hebben deze discussies met onze experts besproken. En vanwege die, je kan pas stellen, en de WHO zegt het ook, active cases is aantal positieve, min genezen, min overleden. Mits je iedereen hebt kunnen identificeren in dat systeem. En als je mensen verliest in dat systeem, dan mag je dat, die definitie niet meer gebruiken, theoretisch. Dus dat is eigenlijk de uitleg die ik wil geven met betrekking tot de active cases. Met betrekking tot de vraag over, ja, de WHO heeft inderdaad opgeroepen, en het is politiek, het is wereldpolitiek. Als u de analyse, er is een analyse, een hele mooie analyse over Latijns-Amerika en Caribisch gebied, met meer dan 1 miljoen doden, wekelijks 1, zoveel miljoen besmettingen, dagelijks 40.000 overleden. En het Caribisch gebied heeft nog geen enkel dosis vaccin gehad. Wij hebben ook geprotesteerd binnen CARICOM. Wij protesteren ook bij de PAHO. Wij protesteren ook via al onze andere organisaties waar we in zitten. En de roep is groot. En u ziet dat ook de WHO, de general director, heeft het ook gezegd. We begrijpen dat jullie geld hebben, maar stel die COVID-vaccins, wanneer je je risicogroepen al hebt gevaccineerd, ter beschikking voor verkoop voor de armere landen. En wij behoren tot die groep, maar wij proberen, en dat zeg ik u, ik mag u zeggen, dat wat we tot nu toe hebben bereikt, met het concealen van een aantal doses vaccin, en met de successen hopen wij, we hopen ons echt in te zetten om met de successen in de bilaterale onderhandelingen zoveel mogelijk aan vaccins binnen te halen. Zodat we met deze kleine populatie die we hebben van 600.000 mensen, maar een target misschien van 580 of 450.000, dat wij redelijk snel onze mensen kunnen vaccineren. En we gaan daar proberen alles op alles te zetten. Ook gebruik te maken van onze internationale positie in organisaties, et cetera. Dus we doen alles op alles om dat ook te doen. Zijn er nog vragen die daar onbeantwoord waren? Ja, de vraag op, over dat van de dokter die medicijnen verdeelt. Is de persoon strafbaar? In ieder geval, je dient een toestemming te hebben, een vergunning te hebben om iets te produceren. Ik heb net met een collega van justitie en politie gesproken. We kunnen altijd een onderzoek doen daarnaar. Je probeert altijd te corrigeren. Het zijn ook onze eigen Surinamers. Maar wanneer het belang van onze burger in gevaar komt en de gezondheid, precies zoals we vechten om u te beschermen tegen COVID, moet ik u ook beschermen tegen andere gevaren. Dus ik heb geen
opsporingsbevoegdheid. Ik heb geen functie in het strafbaar stellen van mensen. Ik kan alleen maar constateren wat de bewegingen zijn. Ik rapporteer het en we kunnen zien. Precies zoals ik kwalijk word genomen als ik personen die het beleid bekritiseren. Of althans opruiende informatie en schadelijke informatie rapporteer. Dan wordt het je ook niet in dank afgenomen. Leerlingstudenten, we zullen dat even natrekken. Hoor. Die informatie heb ik, heeft mij niet bereikt. Ik weet niet wie, als die informatie wel klopt. Maar we hebben juist als regering gezegd, en dan vind ik het vreemd als dat gebeurt, mag ik eerlijk zeggen. We hebben juist oproepen geplaatst voor alle personen die thuis zitten met een diploma of een ervaring hebben in de zorg, affiniteit, om zich aan te melden bij de inspectie verpleegkunde op het ministerie van Volksgezondheid. En dan vind ik het vreemd als we dan plotseling midden in een golf mensen zouden wegsturen. Maar ik zal even natrekken, misschien zijn ze zijn zelf leerlingen, misschien zijn ze elders, zijn ze bedankt in Wanica, zijn ze elders ingezet. Maar ik denk niet dat we zomaar mensen gaan wegsturen. Vooral niet als ik hier elke week zit te klagen over personeel die moe wordt, personeel dat uitgeput is. En het zijn studenten, dus we zijn zeker van dat ze zeker naar een andere stageplek zijn, maar niet bedanken. Ik denk alsof er zou iets gebeurd moeten zijn. Ik zal me laten informeren en dan hoort u dat ook weer van ons. Ik denk de maatregelen, er is een vraag gekomen vanuit de gemeenschap. Nogmaals, er schijnt een foutje geslopen te zijn in de bekendmaking. De maatregelen gaan in per donderdag 11 februari. Er staat woensdag 10 februari in. Ik moet me daarvoor verontschuldigen. Het geldt per donderdag 11 februari. En het geldt voor 2 weken. Dus het is tot woensdag 24 februari. En is er nog een andere vraag? Oké, geen vragen meer. Dus nogmaals, ik zal dan hiermee afsluiten. We hopen dat u de informatie die u nodig had gekregen hebt. Wij van de overheid zijn sowieso continu in overleg met elkaar om de situatie goed in de gaten te houden. En uiteraard komen we bij u terug zo gauw wij enige update hebben. Ik zei het al zo net, wij krijgen hoogstwaarschijnlijk, ik heb de berichten net, morgen een eerste lading als gift uit Barbados, van een gift die Barbados zelf heeft gehad van India. En wij gaan u daarover nog verder informeren. Ik wens de samenleving een hele goede avond toe en roep nogmaals op, gaat u zo vroeg mogelijk testen. We hebben genoeg testcapaciteit, er zijn genoeg plekken waar u zich kunt testen. Treed in contact met uw huisarts, al zo vroeg mogelijk als u klachten hebt. En bovenal houdt u de maatregelen, de Mohana-maatregelen, ziet ze hier, de Mohana, mondneuskap, handen wassen en afstand houden. Als u dat doet, bent u eigenlijk al, ik weet niet hoeveel procent, maar bent u al behoorlijk beschermd tegen het COVID-virus. Goedenavond. Dank u wel. Functionarissen, autoriteiten aan tafel, ook de pers en ook de kijkers en luisteraars thuis. Graag tot een volgende keer. Wanshuit neti morofara.